De Nationale Assemblée heeft zich vandaag in commissieverband gebogen over de ontwerpwetten Nationaal Woningbouwfonds en Nationaal Garantiefonds Huisvesting. De wetsproducten zijn een initiatief van de regering en zijn bedoeld om de financiering van huisvesting gemakkelijker te maken voor de gemeenschap. Vooral de minder draagkrachtigen zullen voordeel hebben bij deze wetten. Amzat Abdul, voorzitter van de commissie van rapporteurs die deze wet heeft voorbereid, ging in op enkele veranderingen die doorgevoerd moeten worden in de wetten. Het risicoprofiel dat is opgenomen in het garantiefonds moet volgens de parlementariër herzien en indien nodig gewijzigd worden. Hier wordt aangegeven, het garantiefonds stelt zich ten doel de toegang tot lage rentehypotheken voor de eigen gezinswoning te versoepelen voor personen behorend tot de doelgroepen die niet geheel voldoen aan het door de kredietinstelling hiervoor gehanteerde risicoprofiel. Voorzitter, het risicoprofiel moet bekend zijn. Toch? Anders ga je de kredietinstellingen krijgen die allemaal met hun eigen risicoprofiel komen en dan krijgen we weer problemen daar. Dus de richtlijnen om te bepalen wie onder dit profiel valt, moet identiek zijn en bekend zijn bij alle kredietinstellingen. Zodat het volk niet van de ene kredietinstelling naar de andere kredietinstelling loopt, of men kan geen duidelijk antwoord krijgen, of dat er verschillend wordt geoordeeld door de kredietinstellingen. We moeten dat voorkomen, voorzitter, en ik denk dat het bekend is voor wie wij garantiestelling willen hebben vanuit het fonds, en dat er gemakkelijker voor die doelgroep richtlijnen kunnen worden vastgesteld. Abdul vroeg ook aandacht voor de verschillende begrippen die beschreven zijn in de wetten. Hij ziet graag dat de juristen extra aandacht besteden aan de begripsbepalingen. Bij de begripsbepaling, hier vraag ik ten eerste aandacht van de juristen om te kijken naar de verschillende begrippen die omschreven zijn, voorzitter. Omdat een aantal van de begrippen niet eens voorkomen in de wetstekst, voorzitter. Ik ga u een voorbeeld geven. Bouwopzichter komt niet voor in de wetstekst, echt, voorzitter. En bij de begripsbepaling wordt echt gekeken naar bijvoorbeeld persoonlijk krediet wordt omschreven, bouwfinanciering wordt omschreven, maar er wordt nergens in de wetstekst echt onderscheid gemaakt tussen persoonlijk krediet of enig krediet, ander soort van krediet of bouwfinanciering, voorzitter. Dus ik vraag echt aan de juristen om te kijken wat we allemaal hier hebben gedefinieerd en of het nodig is om dat alles te doen, voorzitter. Tot zover Amzat Abdul vandaag in DNA tijdens een openbare commissievergadering. Als voorzitter van de commissie van rapporteurs heeft hij gesproken over de initiatiefwetten Nationaal Woningbouwfonds en Nationaal Garantiefonds Huisvesting. Deze wetten zijn bedoeld om verlichting te brengen op het gebied van huisvesting.